Zeg, je weet toch dat dat vol fouten staat, hè? Goh, zo'n kemels van schrijffouten, zeg. Maar ga ik je dat nog wel corrigeren? Ja, maar ik weet dat je dat nog gaat corrigeren, maar dan wel dan. Wat? Allee, wat ga jij nu een boek schrijven? Maar laat mij toch eens doen, jong. Denk jij de nieuwe Pieter Aspe bent, misschien? Oh ja, zo? Vooral. Allee, jong, kom, stop er maar mee, hè. Een boek. Trouwens, wie is er nu geïnteresseerd in uw miserie? Oh, maar al miserie? Die onnozel verhalen. Dat is inspirerend. Dat is passé, hè, meisje. Maar ja, dat is toch waar. Trouwens, allee, ik zie die boek al staan, zeg, in de boekenwinkel. Met uw lelijke kop daarop. Zal het gaan, jong? Lachen. En dan, oeh, alle negatieve commentaren op Facebook. En op Instagram. En op LinkedIn. En op uw website. Nee, kom. Allee, je gaat bij mij komen uitjanken als dat gaat gebeuren. Ik ben hier om u te behoeden van grote stommiteiten. Dus vergeet dat boek al maar, hè. Vermoeiend. Tja, dit was ik dus in 2009. Ik wilde zo graag een eigen boek schrijven. Maar ik geloofde niet dat ik dat kon. Eerlijk gezegd, mijn punten vroeger op school voor opstel of voor boekbespreking... Oelalala, dat trok op niet veel zin, hè. En nu, hier had ik een droom. Een verlangen om een boek te schrijven. En die rokske maar zagen tegen mij, jong. Fouten, belachelijk, onnozel, dat trekt op niks. Niemand wil dat lezen. En godzijdank had ik die domme stem door. Godzijdank heb ik daar niet naar geluisterd. Want we hebben allemaal dat vervelende stemmetje in ons hoofd. Telkens als we iets nieuw willen doen en we hebben dat nog nooit gedaan, ja, dan is dat stemmetje wakker. Oh nee, dat gaat niet gaan. Oh, wacht eens, we zullen eens vertellen wat er allemaal kan gebeuren. Alle drama ten top. En vooral ook, ze gaat kijken naar alles wat je in het verleden hebt gedaan en waar dat je natuurlijk geen punten hebt gescoord. Maar ik ben zo blij vandaag dat ik heb volgehouden. Het begon met je wordt wat je denkt. En ondertussen zijn we 7 boeken verder. En ben ik zo gelukkig dat ik duizenden en duizenden mensen heb kunnen inspireren. En ik weet, jij hebt ook een droom. Ergens in een schuifje, misschien in een hoekje diep weggestopt, is er iets wat jij ook wilt doen. Net zoals ik dat wilde in 2009. Mijn overtuiging was, als deze inzichten mij hebben geholpen, dan moet het ook de wereld helpen. En wat dat alter ego daar ondertussen stond tussen te kakelen, eigenlijk had dat helemaal geen belang. Ik ben zo blij dat ik die trut in de kast heb gegooid en dat ik daar uiteindelijk niet naar geluisterd heb. En wat zegt die trutstem tegen u? Wat kunt jij niet? Waar zet je niet goed genoeg voor? Oh, wat heb je nog nooit gedaan, dus het zal wel mislukken? Opgepast, jongens, voor die stem. Want dat is alleen maar de stem van het verleden. Die stem heeft niks te maken met de toekomst. Die stem zegt niks over uw potentieel. Maar ik weet ondertussen wel één ding. Als je het kunt bedenken, dan kunt je het doen. En dat was wat ik geloofde in 2009 en vandaag nog steeds. Als jij iets kunt bedenken, als jij een droom hebt, dan weet ik dat je het kunt doen. Zet alleen dat vervelend stemmetje maar snel in de kast. Voor meer inspirerende video's en gratis content, surf naar ingerok.com.